Richard Gelfhoes, voorzitter van gemeenschapshuis De Orion in Lennesheuvel. Wat vinden jullie van de komst van het nieuwe hobbycentrum? Zeer verrassend voor ons, want je moet kijken naar het feit dat wij ook faciliteren in diezelfde branche en in diezelfde omgeving. En als je dan een nieuwkomer erbij krijgt, ja, dat is bijzonder. En vrije marktwerking, die is er inderdaad. En ook de KBO heeft recht op een eigen pand of een eigen honk. Dus ja, daar kunnen wij niks van verder van zeggen. Nee. Dat is een goed recht. En begrijpen jullie de financiële bijdrage van de gemeente? Dat vinden wij dus wat anders. Kijk, ze hebben geloof ik toegezegd dat ze garant willen staan voor de huur voor 3 jaar. Nou ja, van die kant willen wij dan ook wel van de gemeente een garantie krijgen dat wij als wij verlies maken, dat ze dan ook voor ons op komen draaien. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is van de gemeente. Dus daar ligt een probleempje waar wij toch wel van een beetje verontrustend over zijn. Ja. Ja. Ik las op de site van de SP dat er door de KBO vooraf overleg is geweest met de gemeenschapshuis over de komst van het hobbycentrum. Hoe heeft de overleg eruit gezien? Nou, dat overleg is met Betsy van der Sloot van de KBO, die is voorzitter. Met onder andere Van der Langenberg, die inmiddels voorzitter is van de Walnoot. En dat is wat telefonisch overleg geweest en niet diepgaand onderzoek. Dus daar heb ik mijn twijfels over. En dat is ook de reden waarom wij een brief hebben samengesteld. Om toch aan de gemeente te vragen van hoe het in werkelijkheid zit. En dat antwoord daar krijgen we nog. Jullie hebben nog geen reactie gehad van de gemeente, begrijp ik? Nou, sterker nog, we hebben de brief samengesteld en die is ondertekend. En die zal inmiddels wel bij de gemeente liggen. Maar je moet ze ook de kans geven om te reageren en in overleg met ambtenaren om misschien tot een goed oordeel te komen. Daar gaan we vanuit even. Nou las ik ook dat er in het overleg is besproken dat activiteiten die bijvoorbeeld de Orion aanbiedt, dat het hobbycentrum dat dan niet mag gaan doen. Heb ik dat goed begrepen? Ik denk het wel, maar de toezegging in de convenant wat er eigenlijk dan zit aan te komen, daar staat in de activiteiten die op dit moment in de gemeenschapshuizen plaatsvinden, die zouden al daar ook blijven. Dat is eigenlijk de afspraak die gemaakt is. En daar willen wij dus wel degelijk een bevestiging van hebben. Dus dat, omdat we dan anders, ja, als dat activiteiten wegtrekt bij de gemeenschapshuizen, ja, wij faciliteren ook goede koopruimtes, ja, dan komt het in een nadeel van ons terecht en dat is jammer. Ja. Verwachten jullie negatieve gevolgen hiervan op de korte termijn? Nee, nou Orion zeker niet. Kijk, de formule bij Orion is dus wat anders als bij de Walnoot en Ros, dus ik kan niet helemaal voor hun spreken. Maar bij ons is het dus zo dat, net zoals personeelskosten, die hebben wij bijna niemand. Bij ons zijn de gebruikers die moeten personeel leveren voor bardienst en dergelijke. En dat is bij anderen is natuurlijk anders georganiseerd. Dus als hier een activiteit wegvalt, oké, maar we hebben nog 28 andere gebruikers, dus dan valt dat er wel mee. Maar voor anderen als Walnoot en Rot zal dat meer gevolgen hebben. Dat geloof ik wel, ja. Het hobbycentrum en de gemeenschapshuizen zijn toch een beetje in elkaars vijver aan het vissen, lijkt mij. Wat gaan jullie doen als er consequenties voor jullie blijkt te hebben? Nou, de consequenties die eventueel zouden kunnen ontstaan zijn natuurlijk omzetten die naar beneden gaan. Nou, dat betekent in ieder geval voor ons dat wij dan proberen toch weer omzet te genereren. En zullen we met de wethouder aan tafel moeten om de kans te krijgen om dan wat meer activiteiten binnen te halen. En misschien zijn die wel semi-commercieel of zo. En dan zal de wethouder dan op een gegeven moment toch ook water bij de wijn moeten doen. En als dat niet kan, dan hebben we dus misschien wel faillissementen. Nou zal dat hier in de gemeenschapshuis Orion dan meevallen. Maar ja, bij andere gemeenschapshuizen, daar zijn de kosten hoog. En ik weet dat daar een beetje goed op de centjes gelet moet worden. En als daar minder omzet komt, ja, dan heeft dat voor hen ook consequenties. Het zou maar zo kunnen zijn dat er sleutels ingeleverd worden bij de gemeente. Ja. En dat kan bij de Orion niet, want wij zijn zelf eigenaar van dit pand. Dus dat voordeel hebben wij weer. Ja, en dat vermoeden. Maar Maruska is toch onze wethouder, dus dan moeten we daar maar eens aan tafel. Een laatste vraag nog. Er is onder andere afgesproken dat de activiteiten die bijvoorbeeld bij de Orion plaatsvinden, dat die dan niet in het hobbycentrum uitgevoerd mogen worden. Hoe gaan ze dat controleren?
Ik weet niet hoe de controle moet plaatsvinden, maar we hebben natuurlijk binnen de gemeentes en zo hebben we vergunningen. Ook hier bijvoorbeeld een horecavergunning en dergelijke. Nou, ik neem aan dat daar geen horecavergunning wordt afgegeven. Dus daar kunnen we in ieder geval van uitgaan dat daar alleen maar koffie en thee geschonken wordt. En dan is ook maar de vraag of dat dan ook hygiënisch genoeg zal plaatsvinden. Maar een koersballen of rekken of kienen, ja, dat zie ik in zo'n hobbycentrum zie ik dat niet gebeuren. Naast een of andere machine en hobby en zagerij en zo. Dus ik denk niet ook dat het past. Plus het feit dat er dus gebruikers, klanten die dus komen, die zijn toch aan hun honk ook vast. En die vinden de walnoot, maar die zullen dan niet gelijk naar het centrum gaan waar de hobby's plaatsvinden. Dus dat vertrouwen heb ik wel in de mensen die dus echt wel in hun eigen gemeenschapshuis willen blijven komen. Daar geloof ik wel in. En die controle, ach, sociale controle is overal. Prima, dankjewel. Frank van der Schans, voorzitter van Stichting de Serenade in Liemden. Wat vinden jullie van de komst van het hobbycentrum? Een heel goed initiatief van de KBO afdeling Boksel en Liemden. Goed dat er voor 50-plussers dadelijk een klusruimte is gevonden in Boksel. Wij hadden echter liever gezien dat er eerst overleg was gevoerd met de gemeenschapshuizen in onze gemeente. Omdat er wellicht wel plaatsen zijn die vakant zijn, die leeg zijn op dit moment en die niet benut worden. En nu gaat men geld investeren, terwijl het wellicht niet nodig was geweest. En kunt u wat voorbeelden geven waar u dan aan denkt? Nou, we staan hier voor Stichting de Serenade. Aan de overzijde is Pius 10 en die hebben wellicht bijvoorbeeld binnen Liemden al lege ruimtes die benut zouden kunnen worden. Okay. Nou las ik op de site van de SP dat er een vooroverleg geweest is door de KBO en de gemeenschapshuizen. En wat is er besproken in dat overleg? Nou, van dat vooroverleg weten wij helaas helemaal niets van. Wij hebben het laatste overleg gevoerd met de wethouder oktober 2014, waar we overigens nog geen verslag van hebben gekregen. En de afspraak was, als er iets belangrijks was, dat in ieder geval de gemeenschapshuizen in vergadering bijeengeroepen zouden worden. Helaas is dat niet gebeurd. Dus we hebben helemaal niets daarvan vernomen. Het lijkt erop of het hobbycentrum en de gemeenschapshuizen en Stichting Serenade in dezelfde vijver gaan vissen. Bent u dat met mij eens? Nou, op zich is dat natuurlijk al heel lang een discussie die gaande is. Ik ga even terug naar overleg wat wij wel eens hebben gehad met wethouder Anton van Aert. Zover ga ik terug. Waarin wij toen ook al onze zorgen uitgesproken hebben vanuit het simpele gegeven dat wij dus zonder subsidie de toko draaiende moeten houden. En dat Anton van Aert gezegd heeft van nou, ik ben op zoek naar ruimte en niet naar stenen. En toch hebben wij ervaren dat er op diverse plekken nog steeds stenen bijkomen. En dat is een slechte ontwikkeling. Als er ergens behoefte is aan ruimte, zoals het hobbycentrum, wat nergens anders kan, dan moet je een plek zoeken waar je daarin kunt investeren. En als dat er ergens anders wel ruimte is, zoals Frank al zegt, bijvoorbeeld Pius 10, die hobbyruimtes heeft, zijn die daar geschikt voor of geschikt voor te maken, dan moet je daarin investeren, want die voorzieningen die zijn toch, worden ook met subsidiegeld overeind gehouden. En die voorzieningen moeten zoveel mogelijk ook in de kernen blijven, daar waar ze horen en niet op een centrale plek. En wat zijn concrete financiële consequenties voor de Serenade? Nou, op dit moment denk ik dat wij daar niet exact aan kunnen geven wat de consequenties zijn. Wij hebben geen ruimte waar we houtbewerkingsmachines neer kunnen zetten of dat soort zaken meer. Dus daar zijn we niet naar op zoek. Maar op het moment als er dus andere activiteiten zijn die wel hier zouden kunnen, ja, dan zouden we het jammer vinden als die dadelijk in het hobbycentrum plaatsvinden. Ja, want in het vooroverleg is ook besproken dat activiteiten die bijvoorbeeld bij de Serenade worden aangeboden, dat bij het hobbycentrum dan niet plaats mogen vinden. Zijn jullie daar mee bekend? Ja, dat is ons bekend. Dat hebben we in ieder geval uit de media vernomen. En ik denk dat het goed is dat die activiteiten die elders plaats kunnen vinden. Ik las ook wel dat er vergaderingen kunnen worden gehouden, dat er bloemschikken plaats gaat vinden. Ik denk dat daar ook andere ruimtes die er nu al zijn, daarvoor beschikbaar kunnen worden gesteld. Het zou jammer zijn om dat in die nieuwe ruimte te creëren. Wat vinden jullie van het subsidiebedrag dat is afgegeven? Ja, daar hebben wij toch wel onze verbazing over intern uitgesproken. We hebben vorig jaar een uitbreiding hier aan de Serenade kunnen realiseren. Dat is na 4-5 jaar overleg met de gemeente tot stand gekomen. Waarbij wij van de gemeente een lening hebben gekregen die we netjes elk jaar gewoon terugbetalen de komende 30 jaar. Dus waar dus eigenlijk
gewoon de gemeente voor ons als bank functioneert. En nu ervaren we dus dat een hobbycentrum bij een simpel verzoek bij het college gewoon een bedrag gestort krijgt en daar verder dus niks tegenover hoeft te stellen. En dat vinden wij eigenlijk een kromme gedachte. Zo moet je gemeenschapsgeld naar onze mening niet gebruiken, want dan zouden wij ook wel graag een potje willen hebben. Zeker ook omdat we dus geen subsidie krijgen, zoals al gezegd. En hebben jullie dit ook al besproken met de wethouder? Nee, dat hebben we met de wethouder nog niet besproken. En zijn die plannen er wel om nog het gesprek aan te vragen? Nou, wij hopen dat er weer een keer een overleg komt met gemeenschapshuizen, waar we dat dan zeker aan de wethouder die vraag zullen neerleggen. Ja. We gaan het zien. Dankjewel. Erik van den Broek, het nieuwe hobbycentrum. Heel mooi initiatief. Er zijn verschillende bedragen in de media genoemd, wat de gemeente gaat bijdragen. Hoe zit het precies? Inderdaad, een heel mooi initiatief. Hoe het precies zit, wij hebben 25.000 euro beschikbaar gesteld voor de activiteit te organiseren. En 18.000 euro beschikbaar gesteld, en dat is een bedrag wat over 3 jaar verspreid is, als eenmalige opstartsubsidie. En dat is vooral gekoppeld aan de huisvesting. Is dat de zogenaamde garantstelling voor de huur? Ja, we hebben met de KBO, de initiatiefnemers van het hobbycentrum, gesproken over met name de huurbetalingen. Op het eerste moment van opstart van het hobbycentrum. De huurder heeft gevraagd om een garantstelling. Nou, in het begin zal het hobbycentrum nog opgestart moeten worden. Dus moet nog even bekeken worden hoeveel mensen daar gebruik van gaan maken. Dat snappen we ook. Vandaar dat we dat bedrag van 18.000 euro eenmalig ter beschikking hebben gesteld. Dan zal er iets gedaan moeten worden aan de infrastructuur. Gaat daar nog geld bovenop komen? Nee, het geld wat op dit moment geoormerkt is, dat is ook het geld wat is afgesproken met de KBO. Dus daar moet het verder voor opgestart worden. En wat zegt deze keuze over de toekomst en de financiering van de andere gemeenschapshuizen die er al zijn? Nou, gemeenschapshuizen is een heel erg belangrijk beleidsgebied voor de gemeente. Dat moeten de huiskamers van de wijken worden en blijven, want dat zijn op dit moment al de huiskamers van de wijken. We hebben nadrukkelijk afgesproken met de KBO en met de stichting die straks het hobbycentrum gaat beheren, dat het expliciet niet zo mag zijn dat het hobbycentrum activiteiten weg gaat trekken uit de gemeenschapshuizen. Zo is het ook afgesproken. En dat zal in de praktijk ook niet gebeuren. Kijk, het hobbycentrum gaat natuurlijk activiteiten uitvoeren zoals hobbywerkzaamheden, werkbanken, timmerwerkzaamheden. Ja, die kunnen ook niet in de reguliere gemeenschapshuizen worden georganiseerd. En daar is dat centrum voor bedoeld. Dus het is niet zo dat reguliere activiteiten weggetrokken zullen worden uit gemeenschapshuizen. Nee. Nou lees ik ook dat er bloemschikken, yoga, dat wordt dan als voorbeelden genoemd. Dat kan toch ook gewoon in de huidige gemeenschapshuizen? Dat zou in principe wel kunnen. Maar de afspraak die we hebben gemaakt met het hobbycentrum, en daar heeft het hobbycentrum ook overleg over gehad met de besturen van de gemeenschapshuizen, is dat er geen activiteiten die op dit moment plaatsvinden bij gemeenschapshuizen, dat die daar weggehaald worden. En wie gaat dat controleren? Uiteindelijk wordt dat gecontroleerd door de gemeenschapshuizen zelf. Dus daar zijn harde afspraken mee gemaakt. Ja, en die zullen aan de bel trekken op het moment dat dat niet wordt nagekomen. Nou lees ik vooral over de bouwmachines, hè, dat het een verschil is met de andere gemeenschapshuizen. Is er echt geen andere mogelijkheid voor om die te plaatsen in bijvoorbeeld de PS10 of een andere locatie die daar beschikbaar voor is? Want dat had een hoop geld gescheeld. Nou ja, dat is natuurlijk aan de initiatiefnemers om naar een geschikte ruimte te zoeken. Die zijn uiteindelijk in deze ruimte terechtgekomen. Ik moet zeggen, wij hebben een jaar geleden hebben wij samen met het KBO gekeken naar een soortgelijk hobbycentrum in Mil. Dat is daar ook in een eigen centrum neergezet. Dat werkt eigenlijk prima. Het zou best kunnen dat het ook in andere gebouwen gerealiseerd had kunnen worden. Maar de initiatiefnemers zijn op dit gebouw uitgekomen. En ja, daar lag ook de aanvraag die wij uiteindelijk als gemeente hebben beoordeeld. Dan snap ik dat de initiatiefnemers met deze locatie komen. Maar is het dan niet aan de gemeente om te zeggen, nou, wij gaan hier niet mee akkoord gaan. Eerst maar eens kijken naar bestaande locaties. Nou, we hebben natuurlijk meegedacht met de initiatiefnemers.
En ook gezien de vestigingsplaats, de ligging van deze locatie, kwam deze locatie er als beste uit. Ja, en dan is het aan de gemeente natuurlijk vooral te beoordelen wat er dan voorgelegd wordt vanuit KBO. Nou zijn wij ook bij andere gemeenschapshuizen geweest. Die hebben wij om een reactie gevraagd. En een van de reacties is, ja, we hadden ook wel een garantstelling voor onze huur gewild van de gemeente. Wat was uw reactie daarop? Ja, dit initiatief dat valt natuurlijk buiten de financiering van de reguliere gemeenschapshuizen. Ik denk dat je het initiatief van het hobbycentrum vooral moet zien in het kader van dagbesteding, in het kader van de WBO. En de gemeenschapshuizen worden natuurlijk gefinancierd vanuit de reguliere subsidiestructuur die we kennen voor gemeenschapshuizen. Dus het staat daar in feite wat buiten. Bent u niet bang dat de gemeenschapshuizen en het hobbycentrum in dezelfde vijver gaan vissen? Nee, dat is volstrekt niet de bedoeling. Het hobbycentrum is vooral bedoeld als dagbestedingsactiviteit voor ouderen. We hebben op het moment dat het KBO kwam met het initiatief daar ook nadrukkelijk een toevoeging op gemaakt, dat de doelgroep ook wat breder werd getrokken. Dus ik verwacht niet dat zij heel erg bij elkaar in de wielen gaan rijden. Nou is het vanuit de WMO inderdaad, hè, wordt er dagbesteding genoemd. Mensen moeten wel gaan betalen als ze deel willen nemen aan een activiteit. Gaat dat dan vanuit hun PGB of krijgen ze daar geld voor? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, het hobbycentrum wordt voor iedereen toegankelijk. We hebben met KBO wel afgesproken dat het zo laagdrempelig mogelijk gehouden wordt. Dus dat de tarieven ook betaalbaar zijn voor iedereen in Boxtel. Laatste vraag. Ik zag dat het gericht was vanaf 50-plussers. Nou ken ik die een hoop. En die zijn toch allemaal nog aan het werk. Dus dan gaat een deel van de doelgroep voorlopig misschien nog niet komen, terwijl wel een aardige omzet behaald moet worden. Bent u daar ook bang voor? Nou, het gaat natuurlijk om een heel erg grote groep. Want in Boxtel zijn zo'n 14.000 mensen 50 jaar en ouder. En dat zal alleen maar groeien in het kader van de vergrijzing. Dus ik ben er niet zo bang voor dat heel veel mensen daar geen gebruik van maken. Maar het klopt dat inderdaad heel veel mensen op dit moment nog aan het werk zijn.